Leuk! Oh, dit vind ik heel leuk. Wat is deze lekker? Ik hou van adventkalenders. Er zit een motortje in. Turn off the lights. Oh my god. Bij het kanaal van Action. Mijn naam is Christina. En ik ben Denise Anna. En welkom bij de tweede aflevering alweer van Action Unboxing. De vorige aflevering kan je daar bekijken in het hoekje. En vandaag, je kan waarschijnlijk al raden, gaan we het hebben over kerst! Ik voel hem al. Ik zie deze boom hier. Ja, ik vind deze ook echt super mooi. Ja, ik word helemaal aangestoken door de kerstvibes. Ik weet niet hoe het met jullie thuis zit. Laat vooral even weten in de comments of jij al kerst in huis hebt gehaald. Ik ben heel benieuwd. Hier komen een heleboel leuke kerstartikelen uit van de Action. En ik ben echt super benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ook. Let's go. Wat is dat? Oh, fotoboot! Dat is leuk. Oh, leuk. Oh, uitpakken. Foto party props heet het hier. 12 keer. Een soort filter in real life. Ja. Even kijken. Ik zie hier een... Oh, meid! Wat is dat? Een mutsje. Of een mutsje. Ik vind deze wel leuk. Kijk dan. Oh, die is schattig. Heel leuk. Ik vind dit wel wat voor jou. Ja, die is ook leuk. Oké. Okay. Oh, maar dit vind ik heel leuk. Dit vind ik ook heel leuk. Je hebt dus echt een heleboel verschillende. Je hebt ook een kraagje. En Merry Christmas. Leuk. Dit moeten we dus hebben bij onze kerstfeest. Ja, inderdaad. Wat denk je wat het kost? Ik denk dat het 90 cent kost. En jij? 89. Oh, nou, oké. Ik ben heel benieuwd. Oh, koopje. Lekker goedkoop. Hou ik van. Yes. Woe! Oh, jij gaat grabbelen? Ja, ik zag iets in het licht. En ik dacht, oh god, het is eten. Ah, lekker! Oh my god, ik had zo'n zin in snoep. En ja. Dit is gewoon het beste ooit. Het ziet er heel erg lekker uit. Cake with coconut. Craving snowfall. Oh ja, sorry, ik wil meteen eten. Ja, ze ziet eten, waar gaat ze? Wat groot. Ik dacht dat het van hele kleintjes waren. Dat dacht ik ook, maar dit is echt fantastisch. Lekker! Oh, oh, oh. Ik word hier heel gelukkig van. Oh, kijk hoe mooi dit eruit ziet. Wacht. Ja, we doen het samen tegelijkertijd. Ja, heel goed. Ik wil niet achterblijven. Lekker, joh. Cheers. Oh my god. Wat is deze lekker? Dit is super lekker. Het is zo lekker. Ja, dit is echt heel erg goed gekeurd. Deze zal ik straks even opeten. Ja. Hoef jij geen zorgen om te maken? Nee, dit komt helemaal goed. Dus wat denk jij dat wat het kost? Er zitten er 5 in. Mm-hmm. Zeg het maar. €2,10. Ik dacht 2,39. Oké. Okay. Oh. Oh. Dat is heel gevaarlijk. Ja, we mogen gewoon niet bij de Action komen. Nee. Anders dat komt echt niet goed. Hier hoor. Zien we het en voor de rest niet de winkel. Oh, lekker. Wacht, neem nog 1 hap hoor. Ik ook. Heb je dat zo hier in... Nee, dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. Oh my god, ik zie het al. Oh, leuk. Oh, dit vind ik heel leuk. Kijk dan, een kerstman-mok. Dat ging er zo soepel uit. Ik kan echt niet meer praten, joh. Een kerstman-mok. Echt mega. Ja, mega. Oh ja, bij jou is iets anders. Is dat zo? De achterkant. Oh ja, oh, die van mij is een knipoogje aan. Die heeft een meer muts en die van mij die kijkt gewoon een beetje uit zijn ogen. Maar hij is ook echt lekker groot. Je kan hier lekker een winterse thee Oh my god, doe even zo, dit is echt een handmassage. Wat lekker leuk. Met thee en dan zo lekker zo'n handmassage. Nou, dit is echt ontspanning tot de max. De prijs... Wat zou het kosten? Wat zal die kosten? Als je dit bij een ander bedrijf zou kopen, dan is het denk ik best wel duur. Het is denk ik echt best wel goedkoop. Dat je ervan schrikt van, nou, wat ik niet verwacht. Jeetje, lastig. Ik denk €1,10. 1,78. Nou, valt wel mee hoor, uiteindelijk. Voor een mok. Ja, je hebt dit soort mokken, die kan je soms echt voor €5 ergens kopen, hè? Ja, daarom. Hartstikke leuk, ik wil hem. Oké dan, daar gaan wij weer. Benieuwd. Wat leuk! Oh, jij wou toch een mannetje? God. Dit is van de notenkraker, toch? Ik wou net zeggen, hoe heet het ook De notenkraker. Ik heb dat ballet gezien vorig jaar, dat is zo... Ik vind die glitters erop echt super leuk. Die gouden glitters. Dat is wel echt kerstig. Ja, hè? Heel erg. En ik vind het witte pakje ook leuk, want ik heb thuis heel veel wit in mijn interieur. Oh ja. Dus dat is ook leuk. Hè? Ik vind het heel leuk. Oké, wat denk je dat het kost? Ik denk €4,99. Oeh, best duur. Of €4,95. Oké. Ja, ik denk misschien €4,40.
Wat is het nou toch vandaag met ons? We hebben geen enkele prijs goed. Nee. Echt irritant. Ja, bij mij snap ik het, want ik ben hier sowieso heel slecht in. Maar jij bent wel echt de meid van de prijzen. Ja. Maak het niet, maar nog erger dan dat het is. Ja, een klein probleempje hier. Een technisch probleem. Wacht even hoor. Past die echt niet? Nee, hij past niet liever. Nee, je maakt het kapot. Oh, dan moet je het kapot maken. Tada! Dat is niet het gat. Nee. Dit is dus een adventkalender met spa exclusives. En ik vind hem echt heel erg leuk. Oh, deurtjes. Je kunt hem zo openmaken. Superleuk. Ja. Wacht even hoor, daar was je hoofd. Hi. Hi. Maar goed, je hebt dus 24 vakjes. In elk vakje heb je weer een ander product. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Heel leuk. Zullen we een paar openmaken? Oh ja, heel graag. Ik heb natuurlijk alles al opengemaakt. Maar Lisa, kent het nog niet. Ik ben heel benieuwd. Ik hou van adventkalenders. Ja, hè? Je moet me echt helpen. Ik krijg het niet voor elkaar met deze nagels. Die nagels voor je. Ja, daar ga je. Hij ruikt lekker zoet, maar heel subtiel, hè? Ja. Wat grappig, zo dat jelly. Maar dit is heel... Ja, het is echt een hele zachte exfoliant eigenlijk. Ja, exfoliant, dat is het. Nou, Denise, ik ga natuurlijk een beetje vastspelen. Ik weet wat deze kost. Ja, inderdaad. Deze kost namelijk €9,95. Echt hele leuke dingen. Ja. Ik vond hem in ieder geval heel erg. Jij vond jij de producten ook fijn? Ja, die heb ik trouwens nog niet gebruikt. Oh ja, dat zei je. Maar ik vond, zeg maar, eerste indruk was gewoon goed. Dus dit is echt een koopje. Ja. Oké. Next one. Ik giel echt hard, maar ik ben heel enthousiast. Tada! Oh, leuk! Zwaar is het? Ja, dat wel. Maar heel leuk. Het is een kerstmannetje in een glazen bol met sneeuw. Hey, hoe noem je dit ook weer? Wacht eens even. Gaat die aan? Ik zie hier dat de batterijen in zitten. Oh. Met een lampje. Met een lampje. Oh, dit is heel leuk. Dat kan je zo ergens neerzetten. Ja, in een kast. In de kast. Ja, precies. Ik zie het voor naast je bed. Ja, op je als bureau. Een nachtlamp. Oh, kijk, die glitters die blijven maar draaien. Ik wou net zeggen, heb ik hem zo heftig geschud? Nee. Maar nee, hè? Er zit een motortje in. Oh ja, oh wat leuk. Dus je hoeft het niet om de minuten te gaan schudden. Oh ja. Oh, wat geweldig dit. Oh, dat is heel leuk. Maar juist ook omdat er een lampje in zit en van die glitters, is denk ik heel mooi in het donker. Turn off the lights. Oh, dit vind ik heel leuk. Wat zal deze kosten? €5,95. Ja, ik denk €7,95. Zo, ja, ik denk het wel. Oh, ze zitten precies ertussen. Hoe dan? Het wil niet echt lukken vandaag. Nee, we zijn niet... Ik ben teleurgesteld. Ik ook, heel erg. Dit was de unboxing. Op dit kanaal zijn er elke maandag shoplogs. En ons zie je weer terug op een donderdag met een nieuwe unboxing video. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En je duimpje omhoog te doen natuurlijk. En tot de volgende keer. Yes, doei.